Hallo, welkom bij IVN West-Friesland. Ik ben Liesbeth en je kent me misschien van de activiteiten bij het Streekbos en het Echtgoedswater, maar die liggen nu stil. Daarom heet ik jullie welkom in mijn moestuin. Want we hebben als IVN een leuk nieuw project waar we heel druk mee bezig zijn. Dat is het Voedselbos op de hoek van de Haling en het Streekbos. En daar hebben we veel struiken bij nodig en dan willen we heel graag dat jullie ons komen helpen. Hier gaan we in februari bomen en struiken planten waarvan je kunt eten. Heb jij een struik in de tuin met lekkere bessen of andere vruchten? Wil je die dan vermeerderen zodat wij de kleintjes in het voedselbos kunnen zetten? Van november tot februari is een hele goede tijd om stekken en afleggers te maken van bessenstruiken. Eind februari is een goede tijd om de jonge struikjes uit te graven, bijvoorbeeld wortelopslag van frambozen. We willen die graag hebben in het voedselbos. We gaan nu een stek maken van een struik met lekkere vruchten. Bijvoorbeeld een rode bessenstruik. Dat doe je door een tak van de struik af te knippen. En het liefst een tak die zo rechtop staat, zoals deze. Je knipt hem hier aan de onderkant ervan af. En dan zet je hem in water. En dan komen er worteltjes aan de onderkant van de tak. Deze tak is iets te lang, dus gaan we hem wat korter knippen. En dat doe je gewoon heel simpel door zo er vanaf te knippen. Dan zet je hem in een emmer met water. Hier zitten al wat andere in. En misschien heeft deze... Al worteltjes heeft hij. Dat heeft al worteltjes. Het is best wel moeilijk te zien. Maar kijk bijvoorbeeld hier. Deze witte dingetjes. Dat zijn worteltjes. Als je stekje worteltjes heeft, kan je hem in een potje stoppen. Dan kan hij verder groeien. Dat rode lintje, dat is omdat het een rode bes is. Zo kan je het makkelijk onthouden welke soort het is. Met frambozen is het veel makkelijker, want een framboos gaat een stukje verderop, begint hij een nieuwe plant. Een nieuwe struik. Frambozen vind ik zelf erg lekker. En ze zijn ook lekker in de smoothies. En ze zijn ook lekker op taarten. Ja, en het is ook heel lekker. Dit is een Japans pijnbes. Hij is heel erg lekker, maar hij heeft wel heel veel stekeltjes. Hij is dicht bij de grond en nu gaan we er een aflegger van maken met deze stek op een kaal stukje grond. En dan leggen we deze zo hierboven en dan doen we zo. Hoep. En dan wachten we. Dit is een Jostebes een jaar later. Hij groeit nu zo omhoog, dus de steen kan weg. Dan kan je hem daar uitgraven, want hij heeft worteltjes. Dit soort dingen hebben we nodig voor het voedselbos. We hopen dat jullie al die stekjes met wortels en die afleggers, die al kleine plantjes zijn, en de wortelopslag, wat dus ook al plantjes met worteltjes zijn, kunnen komen brengen in het streekbos. Daarvoor moet je wel eerst contact opnemen voor een moment waarop dat kan. En dan gaan we al die struiken dus in het streekbos, in het voedselbos planten. En dan hopen we dat we daar nog lang van kunnen genieten. Dankjewel en tot ziens! Tot ziens!